We zijn echt super blij met de geboorte van de jonge luiarts. Dit is direct het jubileum. Dit is het 10e jong dat hier in ons park geboren is. Daar zijn we natuurlijk extra blij om en trots. En van dit koppel is het al het 6e jong. Dus het is een zeer succesvol koppel. Wat eigenlijk nogmaals nog unieker is in dierentuin, omdat het daar toch de fok heel vaak moeilijk is. En wij dus echt daar een uitzonderingspositie in zijn. En hier extreem veel jonge luiaarden hebben gehad. We weten nog niet of het een jongen of een meisje is. We laten het diertje nog lekker op de buik van moeder zitten. En met verloop van tijd zullen we het een keertje bekijken wat het geslacht is. En dan krijgt dat diertje ook een naam.